muziekles. Het is natuurlijk een nieuwe jaar en dat betekent ook tijd voor de goede voornemens. Misschien heb je zelf ook wel een goed voornemen. Iets wat je heel graag dit jaar wil doen of wat je heel erg belangrijk vindt dit jaar om te doen. Ik heb in ieder geval wel een goed voornemen en dat is gezond eten dit jaar. Dus daarom ben ik vandaag naar de groenteman geweest en heb ik even wat fruit gehaald. Ik heb bijvoorbeeld een lekkere appel in mijn fruitschaal. Ik heb een kaki in mijn fruitschaal. Ik heb een lekkere kiwi. Ik heb een, ik heb ook een druif in mijn fruitschaal. En ik heb natuurlijk een banaan. Deze muziekles gaat dan ook vandaag helemaal over fruit. En luister goed naar het volgende liedje, want wat is mijn favoriete fruit? Welk fruit vind ik het allerlekkerst? Luister goed. Ja, mijn favoriete stuk fruit is natuurlijk de banaan. En telkens wanneer je straks in het liedje hoort, banaan, banaan, dan doe je zo met je handen. Dus dan doe je, banaan, banaan. Doe maar met me mee. 1, 2, 3, banaan, banaan. Heel goed, in het liedje komt-ie. Dus dan krijgen we straks banaan, banaan, eigenlijk te krom om te staan. Banaan, banaan. Doe maar met me mee. 1, 2, 3. Banaan, banaan, eigenlijk te krom om te staan. Banaan, banaan. In het liedje, daar gaan we. Toch staat de banaan bovenaan. Doe maar met me mee, alleen dit stukje. 1, 2, 3. En toch staat de banaan bovenaan. Nog een keer. 1, 2, 3. Toch staat de banaan bovenaan. Zing maar mee. Toch staat de banaan bovenaan. Nog een keer.
het hele stukje. Vanaf de banaan, eigenlijk de grond om te staan. Banaan, banaan, toch staat de banaan bovenaan. Met z'n allen. 1, 2, 3. Banaan, banaan, eigenlijk te krom om te staan. Banaan, banaan, toch staat de banaan bovenaan. Oké, hartstikke mooi. In het liedje, daar gaan we. Voor fruit. Ik spreek hem eerst een keertje voor en jullie spreken hem na. Daar gaan we. Als er een wedstrijd zou zijn voor fruit. Met z'n allen. Als er een wedstrijd zou zijn voor fruit. Ik alleen. Als er een wedstrijd zou zijn voor fruit. Met z'n allen. Als er een wedstrijd zou zijn voor fruit. Beetje sneller. Als er een wedstrijd zou zijn voor fruit. Komt-ie. Als er een wedstrijd zou zijn voor fruit. Plakken we daar de melodie aan vast en dan krijgen we. Als er een wedstrijd zou zijn voor fruit. Ik zing hem eerst, jullie zingen hem na. Komt-ie. Als er een wedstrijd zou zijn voor fruit. Nu jullie. Als er een wedstrijd zou zijn voor fruit. Hartstikke mooi. Doen we die ook in het liedje. Komt-ie. Dus we hebben al die eerste regel. Als er een wedstrijd zou zijn voor fruit. En dan komt er achteraan. En ze deelden medailles uit. En ze deelden medailles uit. Spreek maar na. En ze deelden medailles uit. Nog een keer. En ze deelden medailles uit. Mooi, met de melodie. En ze deelden medailles uit. Zing maar na. En ze deelden medailles uit. Nog een keer. En ze deelden medailles uit. Laatste keer. En ze deelden medailles uit. Als je die twee regels aan elkaar plakt, dan krijg je. Als er een wedstrijd zou zijn voor fruit. En ze deelden medailles uit. Doen we die twee regels achter elkaar aan samen. Met z'n allen. 1, 2, 3. Als er een wedstrijd zou zijn voor fruit. En ze deelden medailles uit. Hartstikke mooi. Doen we dit in een liedje. Daar gaan we. Banaan, banaan, eigenlijk de kromme om
hartstikke mooi. Dus we hebben al de regel. Als er een wedstrijd zou zijn voor fruit. En ze deelden medailles uit. En erachteraan komt. Dan ging de eer niet naar de peer of de meloen. Oké, die gaan we eerst weer een keertje spreken. En jullie spreken hem weer na. Dus dan gaat hij zo. Dan ging de eer niet naar de peer of de meloen. Jullie? Dan ging de eer niet naar de peer of de meloen. Ik weer, komt ie? Dan ging de eer niet naar de peer of de meloen. Jullie? Dan ging de eer niet naar de peer of de meloen. Beetje sneller, ik? Dan ging de eer niet naar de peer of de meloen. Jullie? Dan ging de eer niet naar de peer of de meloen. Ik? Dan ging de eer niet naar de peer of de meloen. Jullie? Dan ging de eer niet naar de peer of de meloen. Met de melodie, dan krijgen we. Dan ging de eer niet naar de peer of de meloen. Ik zing ervoor, jullie zingen hem na. Komt-ie. Dan ging de eer niet naar de peer of de meloen. Jullie? Dan ging de eer niet naar de peer of de meloen. Ik? Dan ging de eer niet naar de peer of de meloen. Jullie? Dan ging de eer niet naar de peer of de meloen. Hartstikke mooi. Doen we dit ook in een liedje? Daar gaan we. Regel. En dat is de regel. Want de banaan werd kampioen. Ik zing hem voor, jullie zingen hem na. Want de banaan werd kampioen. Jullie? Want de banaan werd kampioen. Ik? Want de banaan werd kampioen. Jullie? Want de banaan werd kampioen. Mooi. Doen we hem in een liedje. Alles achter elkaar aan. Daar gaan we. Geoefend. Goed gedaan. Dit was alweer de muziekles. En tot een volgende keer. Doei!